het bewust maken van het belang van zo'n groene strook, van de longen van zo'n stad. Alleen al door dat te benoemen, kan je het al meer als een contrapunt voor een stad gebruiken. Mm-hmm. En inzetten. En ja, dat is denk ik, dat is al een voorbeeld. De bloedkuil, daar zaten, dat was een landje en daar zaten bloedzuigers. Althans, dat dachten de kinderen die op het landje speelden. Het was een heel vies landje waar gevoetbald werd en waar hutten gebouwd werden. En waar mensen op de plassen hadden leren schaatsen. En waar ook gevochten werd, buurt tegen buurt. De rode vrouwen tegen de katholieke vrouwen. Dit zijn dus de kaarten die ik uiteindelijk geselecteerd heb om door te geven aan de kunstenaars. Die kaarten hebben ook een directe koppeling naar de opdrachten. Verbindingen in het landschap en ecologie is een thema. Economische verbindingen. En verbindingen tussen mensen. En de manier waarop die opdrachten zijn gesteld, het zijn onderzoeksvragen. Adriaan Geuze van bureau West8 uit Rotterdam. Wij hebben een project gemaakt in Haarlem-Oost. Wat eigenlijk een reflectie is op het panorama op Haarlem. We kennen natuurlijk maar, er is maar één panorama, dat zal het zo blijven. Dat is die van Ruisdael. Maar wat ons fascineerde is om aan het Spaarnen, dat is natuurlijk ook een belangrijk gegeven voor de stad, een brug te maken op de 4G-locatie. Daar staan we ongeveer. En die brug is hoger dan redelijk. Waardoor die, als je op het water bent, een soort, en dan gespiegeld, een dubbele parabool is. Waardoor je de Bavo ziet en de koepel en een nieuw zicht op Haarlem eigenlijk gedefinieerd is. Die op alle postkaarten van Haarlem kan komen. Maar goed, we hebben dat helemaal uitgekaderd. We hebben het op een zichtlijn van een paar van de straten gezet. De brug markeert ook een as van het water naar het IJ toe, van de stad naar het IJ. En op die brug, omdat die zo hoog is, heb je een waanzinnig overzicht over de binnenduinen. Over het industriegebied, over Spaarnwouden en de binnenstad. Dus die brug, dat wordt het echt. Waar liggen nou beginnen van oplossingen? En misschien is dit kunstenaarsproject wel een interessant begin, omdat zij als buitenstaander natuurlijk heel erg goed kunnen zien wat er in het vak allemaal misgaat. En wellicht als signaal zou dat een richtinggevende gebeurtenis kunnen zijn. Het is dus een andere manier van kijken en dat is wat ik van kunstenaars geleerd heb. En waar ik ze ook graag eerst wil zien voordat ik verder ga reageren. Zij leren je anders kijken en door het anders kijken wordt het probleem verrijkt. En als je het probleem op een andere manier kunt bekijken, dienen zich ook andere oplossingen aan. Die stad heeft een debat nodig en de invulling voor dat programma ligt aan de oostkant. Dat zijn we volgens mij heel erg eens. Krijn was natuurlijk wel geniaal, of je nou helemaal onder water moet zetten, maar het rechterbeeld geeft al zo'n goede analyse van de ordening van het landschap af. En stel je voor dat je laat ik zeggen, het water daarin letterlijk dominant zou maken. Dat die terugstekkende stad, die na de Gouden Eeuw minder belangrijk werd dan Amsterdam, en dat die stad zich dus ook letterlijk als een woonenclave zou gaan manifesteren, dat er dus ook in het water gewoond kan worden, dat je echt de grote Olympische kampioenen in dat water ook kan doen, dan moet je nog maar één ding doen, dat is die infrastructuur, dat we er nog wel kunnen komen. Dat had ik bijvoorbeeld aan Krijn Giezen gevraagd, en die laat dan zien hoe je dan die toekomstige oevers kan bewandelen met opblaasbare kussens, die je vlak of looppad aan elkaar koppelt, die je dan voort kan bomen, waarmee je verplaatsen kan. Of je kan je auto erop zetten en je kan je daar mee langs het water bewegen. Of je koppelt ze als een cirkel aan elkaar en kan er dan zo doorheen lopen. Dan wikkelt het zich als een rat om je heen. Er spelen nogal wat dingen hier. En het interessante van dit project ook, vind ik, en de manier waarop het in kaart is gebracht, dat je genadeloos ziet wat de kansen zijn
en de manier waarop je ermee om zou kunnen gaan. Haarlem-Oost is een intrigerend stuk stad, want dat begrijpen we nog niet helemaal. Maar het heeft charme en ik zie het als een stad met humus, waar dus van alles gaat groeien. Isolement of verbonden, en daar zit voor mij de crux. Dus verbinden, want dan komt de weefsel, dan wordt het van mensen. Dat is ook Berlagiaans, dat vinden we leuk, vinden mensen in Haarlem ook leuk. En dan kan het allerlei culturen, dan wordt het ook elan voor werkend Haarlem. 15.000 man, dat worden er dan 25.000. Ik zou wel voor functiescheiding nog iets kunnen voorstellen. En ondernemerschap, ik vind ondernemerschap heel leuk. Veel vrijheid aan ondernemerschap. En dat alle gekken en anarchisten en marginalen die er ook zijn in de wereld, daar ook gaan ondernemen. Dat is leuk. Maar verbind het. Okay. Niet met vrachtwagens, maar gewoon voor fietsers. Gewoon dat het erbij hoort. Okay. Waarom moet het geïsoleerd zijn? Wat betreft verbindingen, ja, er is dus kennelijk een mooie landelijke hemel, er is een stedelijke hemel en zorgt dat dit vage vuur wat wordt hier tussen. En ik ben dus wel eens met die pleidooi om die Oost-West-verbindingen tot stand te brengen. Wat hebben die kunstenaars bedacht en wat zijn daar de interessante analyses erin? Er is in elk geval één die er al heel veel voorbij gekomen is, is het bruggenverhaal van Adriaan, zou ik maar zeggen. Maar inventariseerde 10 interessante onderdelen, dus de contrasten. Groen versus rood, water versus de vliegtuigen, bedrijvigheid versus het wonen, de integratie, de regelgeving versus de blijkbaar af kunnen wijken van die regelgeving. En dat, laat ik zeggen, dat is naar mijn idee nu nog onvoldoende vanmiddag verder gekomen. Het is een fantastische aanzet die maar hier is wel, dit is wel de agenda. Dat is wel de agenda. Wat ik vanmiddag hoor is vooral anders kijken naar Haarlem-Oost. En wat ik er erg van geleerd heb deze middag. De heftige stellingname van de frustratie van de Oost-West-verbinding in Haarlem. Wat we dus altijd hebben omdat het op de stuwbal verdicht is. En dus een Noord-Zuid verdichting. En dat er nu weer een Oost-West dilemma ook op fietsersniveau wordt geïntroduceerd. Hè? En misschien wel met autovervoer. Dat vind ik heel interessant om dat te introduceren. En daar gewoon goed naar te kijken.